Oh, mooie beweging. En gaat iets te lang door, denk ik. Een actie te veel. Laten we daarop houden. Ja, had hij meteen geschoten, verre hoek was er waarschijnlijk hangen geweest. Hangen. Sparta ook niet makkelijk, want hier... Oh, jezus, daar had ik het net met Frank over. Zou het ook... Terwijl dat deze bal binnenblijft en binnen. Wat doet hij? Wat gebeurt hier dan? Wat doet hij dan? Wat is dit dan? Wat doet hij dan? Echt waar. Nu dan hier op rechts. Messi kan naar CR7. Messi weer terug in het midden. Twee mensen in het midden. Ronaldo en Messi. Hier komt Messi. Korte hoek. Dit moet hem zijn. Dit is hem. Hangt. 1-0. Lionel Messi op aangeven van Cristiano Ronaldo. Ja, die daar heerlijk versnelde. Ja, hele mooie aanval. Je zag het geduldig opbouwen. Dat gebeurt. Ja, ik kan hem heel soepel en volgens even tik-tik even die Ronaldo wegsturen. Oh, om het nog even te maken. Pelé, fresh. Net ingevallen. 2-2 daar. Dat is wel goed gezien. Goede time nog. En Alisson pakt hem op en dan is hij waarschijnlijk afgelopen. Wint VVV deze eerste lek. Dat belangrijke uitdoelpunt is gemaakt. Yes, de bal is... Het is 1-0 voor Nick Kooijman. Klasse Kooi horen we hier links en rechts. De man. Jij speelt met mijn controle. Hey, Nick Kooijman heeft al 8 wedstrijden niet verloren. Zo, Van Dijk, even die clutch. Het is natuurlijk wel zo dat die omsingeling hoeft helemaal niet per se een probleem te zijn als je het gewoon goed verdedigt. Dat gebeurt hier maar, niet. Oh, wat een redding van Alisson Becker. Hier Ronaldo, mooi langs de speler. Ja, komt Mbappé, moet hoe korte hoek kiest hij? Dat had hem kunnen zijn. Kanté, nog 10 in-game seconden. Dit wordt de laatste aanval. Mbappé komt hier nog een keer de 16 binnen. Oh, leuk gedaan, maar hebben we niks aan. Dan is die afgelopen. Wint VVV hier met 2-0. Twee wedstrijden, 1-0 geëindigd. Ja, weet je, dit is weer hetzelfde, overwinning. Man. Oh, okay.